En toen was er licht en ik ben thuis. Zo, oh. Ik heb gewoon letterlijk uur langer gewerkt dan normaal. Want was er wel iemand. Ik dacht, ik ga even bij de aanrecht even helemaal goed schoonmaken. Oh, wat heb ik hier blij mee dat ik dat gedaan heb. Super tof dat je kijkt naar een gloedernieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pas, zoals iedereen weet. Ik ben al een tijdje wakker, ik ben even lekker ontbeten. Dat was alleen even snel ontbijtkoek. En nu ga ik klaarmaken om richting werk toe te gaan. Ga ik even alles uitzetten en dan ga ik lekker richting werk toe. Ik zat de video te kijken en daar is iets mis mee, dus ik heb er opnieuw gerenderd. Dus zat opnieuw in de render namelijk. Dus was wel even balen dat hij niet weet. Want hij was korter wat we moeten zijn namelijk. Maar ja, ik ga nu klaarmaken om redelijk richting werk te gaan. En dan moet nog een paar dagen en dan heb ik alweer weekend. Wat gaat het daar tijden hard. Ja, laten we klaarmaken richting werk. Zo, ik ben al onderweg naar mijn werk, maar ik zit even kijken naar voren. Maar wat is dat een mooi plaatje daar zo. Die rode lucht. Dat is hier bovenin, dat is zo mooi om te zien. Ik kan daarvan genieten om daar te kijken, gewoon letterlijk en figuurlijk. Het is zo ongelooflijk mooi eigenlijk om te zien. En ik merk een vlogger buiten, of laat in de avond. Het is nu een uur of zes geweest, half zeven geweest. En het is zo donker en dan zie ik dat de kwaliteit zo slecht is. Excuses ervoor, ik probeer het leuk mooi mogelijk te maken. Maar het is ongelooflijk zo donker. Voor mij is vandaag de vaccin voor eerst begonnen. Dus 6 januari. Eigenlijk zou vandaag moeten beginnen. Maar het is op 5e nou begonnen. Maar ja, ik ben benieuwd. Laten jullie vaccineren, ja of nee? Laat weten in de reactie, ik ben benieuwd. En ik ga nu ook lekker richting werk toe. En om lekker te werken. En het is gewoon vroeg. Ik moet nog een beetje wakker worden, al heb ik koffie net op. En laten we nu maar lekker naar werk toe gaan. Even lekker werken, wat ik al zei. Ik ben benieuwd hoeveel vulling er eigenlijk is vandaag. Het scheelt eigenlijk wel per dag hoeveel vulling eigenlijk wat het is. Soms is het veel, soms is het weinig. Soms is het veel voor actie, soms is het weinig voor actie. Het scheelt eigenlijk per dag, is het eigenlijk wel verschillend. Maar laten we nu maar snel naar werk gaan. En toen was er licht en ik ben thuis. Zo, oh. Ik heb gewoon letterlijk uur langer gewerkt dan normaal. Want was er al iemand ziek. Ik dacht, weet je, ik ga gewoon me opheffen om even een uur langer te werken. Dus dat heb ik gedaan. Maar, dus dat gedaan te hebben, ga ik nu even scheren. Dus even kijken hoor, hoe ga ik dat doen? Even kijken. Dan ga ik even de camera even neerzetten. Kijken of het lukt om dat te doen. Zo, dat is ook weer gebeurd. Oh, zo lekker fresh. Maar alleen dit stuk altijd. Gaat het bij mij echt lastig. Zoals jullie gezien hebben. Maar dit is echt te doen voor mij. Maar ja, ik ga even wachten tot het was. En ineens is de koelkast open. Hoe kan dat nou weer? Heb jij je koelkast open gemaakt? Hey, jij bent een boef jij. Hij zit echt alles te zoeken om eten, terwijl ik net kwam thuis. Ik heb al eten gegeven en nog wilt hij eten. Die zit gewoon echt letterlijk overal op etenjacht. Oh, die ganja toch.
Echt een boefje. Maar ik ben lekker fris en fruitig, lekker geschoren. Dus dat is even lekker. En laten we nu maar even lekker nog een bakje koffie zetten. Want daar heb ik ongelooflijk veel trek in. Maar het is even lekker heerlijk om buil geschoren te hebben. Ja. Wat ik ook nu ga doen is koffie zetten en wachten op de begeleiding. Want als ik goed heb, is de begeleiding nu nog niet. Maar komt de begeleiding vandaag aan? Al is het nou bijna 2 uur. Oh, ik vind dit vervelend dat het niet gelukt. Maar ja, kan er niks aan doen. Maar in ieder geval lekker wat koffie zetten. Koffiecream even ook even bijvullen. Laten we het ook even maar even doen. Zo. Hop. Zo. Hoppakee. Nou. Wat ik ook wil even doen, koffiecreme vullen. Heb ik een nieuwe pet hier gedaan? Nee. Kijk. Niet zo slim. Dan ga ik een nieuwe koffiepet. Nou moet ik toch al wakker moeten zijn, lijkt mij. Vreek alsnog. Zo, dan gaan we deze vullen. Dan denk ik er bijna alles in, joh. Nee, toch niet. Ik had een heel klein gatje van gemaakt, zo. Suiker hoeft nog niet.